Zeer goedemorgen iedereen. Wij gaan vandaag naar het ziekenhuis voor een onderzoek van dit, omdat dat daar nogal redelijk dik is. En ik heb besloten om toch maar een klein beetje te filmen. Ik heb super veel stress, ik heb eigenlijk al van maandag stress. Het is heel moeilijk om geen stress te hebben natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk al van maandag super veel stress om te moeten gaan naar het ziekenhuis. Waarom? Omdat het toch eigenlijk wel heel spannend is, want je weet niet wat het gaat zijn. Maar ook gewoon om daar alleen naartoe te moeten gaan. Dat geeft heel veel stress. Dus het is weer zo'n crisismoment, dat zeg ik altijd. Dat is natuurlijk niet zo heel plezant, maar het moet gebeuren. Dus we gaan straks sowieso door. We moeten er om 10 uur ongeveer zijn. Dus het is hier niet zo ver vandaan, het ziekenhuis. Dat weet jullie al weten. Maar het is belangrijk om op tijd te komen. En op tijd, want je moet ook aanmelden en zo. En dat gaan we sowieso allemaal een beetje laten zien. De trui is al aan. Ook natuurlijk een beetje zo de voorgeschiedenis van mijn moeder, van mijn oma. Ja, heb je natuurlijk wel schrik dat het misschien iets erg kan zijn. En stress staat echt heel hoog, dat is niet normaal. Ik denk ook wel dat dat zusje te maken heeft met mijn autisme. Maar we zijn allemaal friskieker in de familie, dus op dat vlak is dat niet nieuw. De begeleiding die kon helaas niet meegaan. Die heb ik gisteren heb ik er twee. Eergisteren heb ik de één gestuurd, de andere heb ik dan gisteren gestuurd. Ze kon helaas niet meegaan, dus ze is helemaal alleen. Maar ik ga wel aan de infobalie zeggen dat ik autisme heb. En ik hoop dat dat een beetje meewerkt om alles wat te tonen. Waar is het en zo, die dingen allemaal. Dat dat wel een beetje een voordeel is, maar dat weet ik natuurlijk niet. Dus we zullen het moeten zien. Dus ik vind het allemaal zeer spannend. Zo, we gaan eens een keertje vertrekken uit het huis. Dat is wel belangrijk om op tijd te vertrekken natuurlijk. We gaan nog eens naar het toilet en dan vertrekken we. Dit is een nummer en dit zijn de stickers. We zitten nu in de wachtruimte en we zitten wachten tot het op ons is. Dus we zitten nog altijd te wachten. Het is nog één voor ons en dan is dat ons. Dus we zitten nu echt in de wachtruimte. En het is even wachten. Heel spannend, want je weet niet meer wat er gebeurt. Je weet wel dat wordt onderzocht en zo, maar dat is wel spannend. Maar ik ben niet alleen. Ik heb mijn beste maat meegebracht, Pipo. En ook Anneke en Annie, mijn oma, die hebben ook al meegeweest op de webcam om mij te ondersteunen, om mee te komen. Dus ook een dankjewel aan hen. Nu is het wachten tot wanneer het aan ons is. En dat is wel een beetje spannend. Maar ik ga me wel daar zetten, dan zit ik iets dichter bij de deur. Ik weet niet waar we moeten zijn, maar we zien het wel. En het is wel heel spannend eigenlijk. Dus ja. Maar dat hoort erbij. Spanheid is altijd iets waar kun je niks aan doen. Dus nu begint de stress weer toe te nemen. Daarvoor. Het is echt heel veel stress, niet normaal. Heel veel stress, maar ja, het gaat pas weggaan, denk ik, als ze die deur eruit gaan. En ik ga wel vragen of dat ze iets kunnen zeggen, maar ik vrees ervoor. Het is er echt wel even. Nogal mijn spannend, echt zo buikpijn en zo en allemaal die stress en waarom ze. Ja, dat is niet plezant, maar het hoort erbij. En dat is niet altijd heel makkelijk. En soms wat je zou willen dat je toch iemand naast je hebt die op dat vlak toch even steunt. Maar dan ik bedoel hier te plaatsen. Ik heb wel mensen die me steunen achter de schermen, moeten echt naast mij. Dan ja, dat is er niet helaas. Een stoeltje is gewoon vrij. Zo zijn we misschien. We moeten onze t-shirt uitdoen en dat hebben we gedaan. We zijn nog in en dan weten we wat er gaat gebeuren. Dus we zijn weer al terug buiten. Nu lopen we hier en we zijn net buiten. En ze zei dat het niet zo heel erg was, dat het gewoon zo ontstoken was. Dus nu gaan we terug naar buiten. En dan gaan we eens kijken naar buiten.
En, dus het was eigenlijk allemaal wel goed. En dat is voornaamste. En, dus het is ook ik had toch wel wat zorgen, maar dat is normaal dat je zorgen maakt over je lichaam. Maar die madame zei direct, dus oké, je hoeft er geen zorgen te maken. Het is allemaal normaal. Die heeft overal gekeken, van hier, daar, tot daar, tot daar. Alles was prima in orde. Alleen een beetje ontstoken en zo. Ja, we zijn wel content, want voor hetzelfde geld was het iets anders geweest, hè? En dan was het veel erger geweest. Dus bedankt om te kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Dus, maar hopelijk dan niet meer in dit ziekenhuis. Maar de volgende keer is het in Gent. Dan gaan we daar voor controle en alles. Voor de testosteron en zo. En voor mijn transitie. Maar niet voor zulke zaken. Hopelijk moeten we dit al niet meer doen. Maar tot de volgende keer.